Ja, beste kieker. Fijn dat je weer nog eens kiekt. Ik zit hier natuurlijk neven mijn zeer gewaardeerde vriend Fons. Loerens hier kiekers, toch? Fons verzint steeds op zoek naar Limburgers in het buitenland. Begon van vandaag, heer? Begon vandaag even. Begon vandaag naar Bali. Naar een oud raadslid van de gemeente Remunia. Ook in de baggersvereniging gezeten. Dus het is wel een bondje hond, zal ik zeggen. Ja, ach, nu wil ik alleen verwinnen dat ze hebt. Zijn heel bekend figuur. Hop. Jos Bergs, die woont inmiddels op Bali samen met zijn vrouw Maureen. En ja, de moeder gaat. Bali is natuurlijk gaat ver weg. Dus we beginnen daar al om. 6-7 uur eerder. Ik weet het niet precies, maar we moeten even rekening houden met de tijd. Dus we schakelen even over, man. We schakelen over. Ah, Jos, bussen door. Bus al naar binnen het gewoon? Nee. Ik heb een telefoontje gewacht om half 2 voor bij de eerste tijd. Oké. Dat is nu toch? Het is nu 4 voor hier. Oh, 4 uur 's middags. En dit had 7 vandaag. Ik ga even weg en ik kom voor 2 uur terug. Oké, dat is goed. Dat is goed. Ja. Oké, groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Merci. Hoi, Tom. Ja, Frans, heb ze nu niet goed gerekend? Nou, ik weet niet of je dit goed gerekend had, maar ik dacht, het is toch de moeite waard om het schoon te proberen. En het woord raken, Jos in vol ornaat. Ja, ik denk, je staat er helemaal in aan een kostuum, maar het had dat gedaan. Hè. Ja, en laat er maar even een uur gewacht of twee en dan komen we daar wel weer terug bij hem. Ja, en de tussentien beste kiekers kunnen weer het heel even hebben over Bali zelf. Was het al een soort geweest voor ons? Ik ben diverse malen op Bali geweest en ik moet zeggen, ik vind het een geweldig land, geweldige mensen. Heel vredig, over het algemeen Hindoestaans. Mensen die zijn gelaten, die kennen veel hebben. Ze hebben in 2002 ook een enorme ramp metgemaakt in Kuta. Dat is het toeristencentrum van Bali. Is een bom ontploft in de discotheek. 400 doden. Een soort 9-11 voor Bali. Daar wordt ook meteen een week later iedereen weg. Er worden geen toeristen meer. En er wordt niks meer op het strand. En ik word op het strand aan het kieken. En daar zag ze daar nog wel zitten, de masseuses en de beeldjesverkopers. En iedereen op zijn eigen gebiedje, maar geen toeristen meer. Maar die mensen, die zijn gelaten, die hebben vertrouwen. Die gaan er gewoon zitten en nu met leven zoals het is. Veer wachten niet lang of we gaan toch weer terug van naar Jos Bergs. Ik wil toch weten wat de goeie mensen er bij door aan doen is. Hey, goeie avond samen op Bali van het Sanur. Wij gaan nu uit Limburg naar Bali toe. Het zou naar Limburg verlaten. Voor wat? Nou, voor voor wat had hij dan nieuwsgierig om even gedaan als zeen als Remuin. En niks mis met Remuin, want dan gaan we nog altijd ieder jaar een keer terug en ben wit als voor een stuk aaien zijn en dat nog eens doen. Maar de vrijheid die ze hier in Azië met Max is toch een stuk groter als wat voor tegenwoordig in Remuin en in Nederland gewend zijn. Je kunt nemen met een meter het café binnen en je kunt nemen over sluitingstijd. Je moet zich nemen met of die een auto goed steekt of een beetje te ver naar links of rechts en hoe lang die dan moet parkeren en een parkeermeter dat besteedt die niet. En als ze door het stoplicht ritsen met de verkeerde kleur, dan horen ze ook echt nemen over. En ik kan er gewoon even doorgaan. Het zijn allemaal maar kleine dingen, maar als ik dat met tienen vertel, die snappen het nog gaan niet meer. Want die zijn net zo gewend in dat regime, zeg ik nu even zo, te leven, die vinden dat al normaal. Wat zit je nou eigenlijk aan het drinken? Is dat corona of is dat Bintang? Nee, San Miguel. Wanneer zit je voor het eerst in Bali hier komen? Oh, de hoogste keer. De gemeente zegt, je zegt dat gewoon u. Ik zag tegen... Jos doet denk toen niks. Ik zag niet Geert tegen dich, ik zag Geert tegen u alle drie. Dat is advocaten taal, hè? Maar zeg eens, wanneer wie bus op Bali terechtgekomen eigenlijk, dat ze er over de eerste keer woest, dat ze dacht van, nou, dat is leuk hier. Er was
was 2007. Ik denk 2006 of 2007 zijn we de eerste keer hier geweest. Toen waren ze eigenlijk direct verkocht. En toen dachten we, ja, dat moet het zijn. We hebben gekeken binnen Europa, dat is te duur. Of in de Zuid-Europese lijn is het te duur, tenminste voor ons. En in de Oost-Europese lijn is het te kaart en te gevaarlijk. En in de Nederlandse provincies aan de andere kant van de zee, de wolven met ons kinderen ook niet her. Toen zijn we nog in Zuid-Amerika geweest, nou, daar werd ze ook niet echt blij. We woonden iedereen achter tralies. En toen zijn we in Java gaan reizen, naar Ongar, en dat vonden we Java eigenlijk al heel fijn. En toen kwamen we op Bali aan en waren eigenlijk nog een stap fijner. Toen, toen heeft het niet lang geduurd, toen zijn we verroest hier. Is het nu de mensen die u het meest aantrekken of is het de warmte en de natuur? Ja, de combinatie. Dat is de combinatie van. En het eten daar op Bali, wat eet je daar? Je kookt niet zelf. En toen zeg ik, als we nu gaan verroesten naar boete, dan kook ze dat nooit meer zelf. Anders gewoon van niet. Dus ik kom koken, vandaag te vriezen zitten en dat bevalt me echt goed. Ja, maar we hebben ze ook al satay hond gegeten, satay anjin, of anjin satay heet dat dan, hè? RW noemen ze dat. RW? Ja. En gegeten? Ja, je kent dat gewoon net. Ja, die vinden dat zelf als een koe of een verk of een gauw, ja. Voor de kiekers even, die eet alleen maar domme hond, hè? Is niet slimme hond, hè? En zo gaat wie geiten ook. Mata Gambin. Gambin. Gambin is geit. Ja. Maar Mata oog. Geiten oog. Hebben ze wel gegeten? Ja. De Balinese keuken, moet ik zeggen, is op zich niet fantastisch. Het klinkt dus Spaans of Lombok. En tegenwoordig ook een Italiaan en een Griek en een Mac. Alles is al hier. Dat is internationaal. Limburgse kees. Kees niet, hè? Limburgse kees heb nee. Je. Dus als ze deze kan weer opkomt, dan hij voor ons aanbevolen. Ja. Ook geen zuur vlees. Wat zo moos, heb je wel? Ja. Ja. En merk je daar op Bali niks van de politieke tegenstander? Dus van de politiek merk je er niks van? Op Bali? Dus ze Java aan Bali? Ja, maar het is algemeen het. Dat heb je toch, denk ik. Je tegenstellingen tussen moslims en Hindustani en zo? De moslims zitten op Java en de Hindoes zitten voornamelijk hier. Alleen, ja, ik denk dat ze Bali een beetje kunnen zien als de mensen die 30 jaar geleden naar Amsterdam gingen. Dan kosten ze veel meer dan wat ze in het dorp kosten in Remun of in Brabant, hoe ze spreken. Dan hadden ze de vrijheid. Je doet iedereen zijn gang gewoon. Ja. Iedereen zijn eigen waarde. Ja. Ja. Dit stuk A is een stuk ruimdenkender als menig een plek in Europa tegenwoordig. Zo, of niet? Ja. Zeer vredelievende mensen, hè? Ja. En dan zit je door, zeg maar, aan de kant van Sanur. Aan de andere kant is Kuta, dat is wel toeristischer en zoiets, hè? En dan hebben ze het noorden, hebben ze nog Lovina. Maar wat is nu de... Ja. Eigenlijk de leukste buurt om te zitten, is dat Sanur? Of is dat er ook een beetje rustig? Voor onze leeftijd is Sanur goed. Ja, uiteraard. En als Ossies, Australië is een Ossies. De Ossies, dat is dat is het volk. Wat dat gaat naar Kuta, maar dat gaat ook, dat zo bij ons naar Jorette Margo, om je te spreken. Ja. Ja, zo ger is dat, hè? Dat is een chique badplaats, dat zal ze met knokken kunnen vergelijken. Dat is trendy, daar komen de Italianen, daar komen de Fransen, daar komt de gay scene, daar hebben ze de travestietenbarren. Dat is een heel andere sfeer, dat ligt nergens heen, maar dat is een ganz andere sfeer. En Sanur, dat is een bejaardenplaats, maar dat is de bejaarden die naar Spanje gaan, die zitten hoe veel zitten. Het is zo het bejaardentehoes van Bali. De hangjongeren van Bali zitten. De hangjongeren zit Tom. Ja, de hangjongeren. Wat doe je dan zo al? Word je de hele dag mee bezig?
Nou, niet heel veel. ja. Dit zeker, dat was mijn eigen opdracht. Dat waren met TV 11 kanalen, dus we waren aardig van een stuur af. Het hele programma door de wal. Dat wordt een inspanning, dat wordt een inspanning. Hè. Je zult om 11 uur bellen. En toen had ik meteen uitgerekend, het tijd verschil is 6 uur. 11 en 6 is 19. Dus we waren aan het wachten op een telefoontje om 19 uur. Dat is 7 uur. Maar die som is niet opgegaan. Dus geef zult niet fout, tijd 11. Bij deze als excuus, het waren 4. Ach, het is één van de twee, hij heeft op school niet opgelet. Ik weet niet waar het is, dat maakt niet uit. Jos, ik vroeg me eigenlijk af of ze dan niet in de politiek zat. Nee. Als ik het nog volg in Romein, dan zeg ik nee, dank. Ja, maar toch gingen hier geruchten dat ze opging om minister-president van Indonesië te worden. Jo! Als ze hier de taal niet kent, en dan was hij niet geboren, en heb ze het paspoort hier niet van, en nog even zo, dan mocht ze er allemaal niet mee door, dan mocht ze zich nergens mee bemoeien. Dan kreeg ze ook niks, dan mocht ze wonen, dan mocht ze zich gedragen, en als zich dat niet beveilt, nergens mee bemoeien, dan kan ze vertrekken. Ja, maar het gedragen, dat lukt toch wel, dat heb ze de ganse leven al gedaan, ook in Romein, hè? Ja. Meneer genoeg, maar allemaal bakens, meneer. Zeg, maar wat mis je nou het meeste van Limburg? Zat er gets in, wat je mist? Ja, nou, de directe familie en de vriend. De kinderen, de familie, de vriend, dat. Het was schoon als de afstand korter was en de priest op de vliegen leger, dat ze kon zeggen, pak in zijn mond een weekend te rummen. Zaterdags naar de stamkroeg, zondags de familie en dan weer weg. Maar dat geeft niet. Dat geeft wel als ze immigreert naar Mazeik, maar niet als ze hier. Ja. Mazeik op Bali. Ja. Oké. Okay. Nou, hey, bedankt voor de medewerking. Leuk om even gezin te hebben op Bali. En toch mijn advies, en dat van Ton sowieso. Ga toch maar in de politiek. Kijk maar dat ze dat paspoort, Chris. Wacht voor ons, Frans. Wat je eigenlijk moet doen, Jos, richt door een bakkersclub op. Dan hebben we reden om de heer te komen met TV11. Ja! Dat is goed. Je zit van harte wel, toch? Bali, de bakkers op Bali. Dat is het. Dat is het. Oh ja, heb je nog een mededeling voor de mensen hier in Limburg? Van Oet, Sanoer. Nou, ik zou zeggen van harte welkom op Bali, als het weer opgaat. Dus die een van de veiligste plekken op de hele wereld gebleken wat infecties en overlies aangeeft. Dus ben niet bang, stap in een vliegtuig en kom, laat ik niet tegenhaaien. Lef. Okay. Lef, dankjewel. Hey, tot ziens. Tot ziens. Proost. Frans, ik denk dat Jos Becks nooit meer terugkomt, jong. Dat denk ik ook niet. Dus moet er dan toch maar wat verzachten door de politiek in. Hè? Ik denk dat ze door op zich in politiek nodig. Dat ze achterhalen en in Romeinje, daar hebben we er genoeg. Maar weet je wat ze er ook kent doen? Dan kent ze ook weerman spelen. Op Bali is het weer altijd hetzelfde. Dus iedere dag, het is toch, hebben ze ook geen achter het nieuws, het weeroverzicht van 10 dagen of 14 dagen. Het is altijd hetzelfde, altijd 26 graden. Dus als ze dat doen, dan weerman spelen op Bali. Dan hebben we ook een functie voor Jos gevonden. Nou, beste kijkers, dat zal ik heel graag willen gaan doen, want dat lijkt me echt een baantje voor mij. Elke dag hetzelfde, hoef ik maar één keer te zeggen, mijn hele leven de rest lekker door in de zon zitten. Lekker flesje bier super erbij. Super relaxed. Super relaxed, ja. Onder dat motto wil ik heel graag afsluiten. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Bij Loeren zie ik hier gestaan. En blijf alsjeblieft gezond. Bedankt voor het kijken.